het eerste boekenbal zonder je vader. Ja. En hoe wordt dat? Ja, raar. Omdat hij altijd zo'n feestbeest is. Zelfs zodra er gewoon muziek begint, dan was hij de eerste op de dansvloer. Hij trok zich nooit ergens iets van aan. En ik hoop dat het nu een van de andere gek is die gelijk gaat dansen. Misschien ben ik dat wel. We zullen zien. Je vaders voetsporen treden. Dan, ja. En was je vaak met je vader allebei hier? Weet je hoe dat ging? Ja, meestal wel. En dan ging hij heel veel drinken. En dan was hij op een gegeven moment verdwenen. En dan was ik er nog wel. Maar nee, we waren er wel. Dus het is een beetje raar. Raar, jammer ook. Vorig jaar was hij er nog, moet je voorstellen. This is so impressive. Yes, how do you like the book? The book and ball. The book and ball. Yeah, wonderful. I really, there's nothing like this in the UK. It's insane. It's thoroughly Dutch. And out of control. And huge. Ik ga dansen tot iedereen weg is. En dan sta ik nog te dansen. Met Carolien. En wie is Carolien? Mijn grote liefde. Ja. Hoeveel jaar verschil, als ik zo vrij mag zijn? Daar zit een kleine 45 jaar verschil tussen. Ja. Maar we neuken ons helemaal suf. Kom, we gaan dansen. Ja. Wist jij dat ze in het Hindi 40 woorden voor diarree hebben? Alle thema's reizen. Maar het is origineel, dat is gewoon leuk. Maar zit er best in jouw truc om als tekenaar op het boekenbal te mogen komen? Nou ja, we staan Fokker Suk ook altijd wel in de best verkochte, hoe heet dat? In de top 10 en dat soort dingen. Dus dat is niet echt een truc, maar schrijvers, ik ben geen schrijver. Een schrijver, ja, ik schrijf, maar dan ben je een schrijver. Als je schrijft, ben je nog geen schrijver. Er zijn schrijvers en schrijvers. En het schijnt dat er al een hele tijd niet meer gevochten is op het boekenbal. Nou begrijp ik dat jij wel van het kickboksen bent. Is dat niet iets voor jou om weer die traditie in ere te herstellen? Ik weet niet voor welke tv-zender dit is. AT5. AT5, nou oké. Mocht jij nou een hele irritante vraag stellen, ben je bereid te incasseren? Dan is dit het gevecht wat gaat plaatsvinden. Ja, zeker. Sterker nog, hoe bevalt het leven als schrijfsters? Goed man. Lekker met een kat, lekker tikken met mijn kat op schoot. Heerlijk. Lekker met mijn ganzenveer en mijn inkpot. Nee, we zijn hartstikke blij en trots natuurlijk dat het zo'n succes is. Dus dat hadden we nooit verwacht. Verkoopt het een beetje? Ja, ik vind het hartstikke goed volgens mij. Supergoed. En daar kom je er een beetje rond van? Want je hebt natuurlijk ook een beetje criminele achtergronden gehad vroeger. Wil je niet terug? Ik moet zeggen, criminelen verdienen beter. Maar met schrijven kan ik ook aardig rondkomen. En ik leef niet slecht. Maar als je me vraagt wat beter verdient, dan verdient de criminaliteit beter. Misstaat land in die zin? Ja, financieel wel, ja. Maar uiteindelijk is karma een bitch en word je geneukt. Het gaat namelijk slecht met de boekenmarkt. Ja, heel slecht. Een heel goed debuut. Dank je. En volgens mij heeft het ook heel goed verkocht. Ja, het begint nou een beetje los te komen. Nu inmiddels. Hoeveel, waar staat de teller? 350.000, zoiets. En dat keer 1 euro, of bij jou meer? Nee, 3 euro. Ik heb een buffertje nog, dat wel. Maar nee, ik deel je zorg. En zeker voor... Nou ja, voor auteurs die niet belachelijk veel verkopen. Ja, je moet echt zoveel boeken verkopen. Wil je nu een gezin van kunnen houden? Dus dan moet er wat gebeuren. Je doet een jaar of 2 jaar over een boek. En stel daar dat je een paar duizend exemplaren verkoopt. Nou, en als dan ook naar de helft illegaal gedownload wordt. Ja, dan wordt het wel een moeilijk verhaal. En ik hoop daarom zo ook, zeker hier in Amsterdam, dat Schelte maar gewoon weer opkomt. En doorgaat in de vaart ter volkeren. Dat is beter voor iedereen. En maar gewoon, wij kunnen niet meer doen, gewoon goede boeken schrijven. Ja, over mij hoef je geen zorgen te maken. Nee, ik begrijp je somberte, maar je kan mij uit uit de sombere lijst schrappen. Je bent financieel binnen en... Nou ja, dat niet, maar ik werk gewoon hard. Zoals heel veel Nederlanders hard moeten werken. Dus ik vind dat ook helemaal geen probleem. Heb ik altijd gedaan en dat blijf ik ook doen. En, bedoel, ja, ik sta niet op één de beste lijst, maar dat betekent dat je gewoon het land in gaat. Ga je optreden. Ik verkocht al nooit zo heel veel, dus dan kan het ook nooit zo erg omlaag gaan, ja. Dus heb je nog een bijbaantje of zo? Nee, ik schrijf columns, dus dan... Dat geld, ja. Is dat ook een beetje je backup plan voor als het helemaal misgaat? Nee, ik heb geen backup plan. Ik ben wel eens bang. Ik denk, mijn schip zinkt en dan zink ik mee naar de bodem. Ja. Oh, hebben jullie nog een soort van backup, andere talenten? Nee, wij kunnen alleen schrijven. Dus voor ons, we hebben maar medelijden. Nee, wij mogen natuurlijk heel erg blij zijn dat we meerdere talenten hebben om op terug te vallen. Maar die boekwinkels die ook sluiten, ik vind het allemaal maar een armzalig gedoe. Mensen, lees boeken. Dan moet ik een vak leren. Heb je dat? Nee, ik verzin wel wat. Ja.
je die... zijn mijn kinderen. Ik heb 3 dochters, die kan ik ook aan het werk altijd zetten nog. Maar nee, ik heb geen andere, niet iets anders wat ik ook heel goed kan. Niet? Geen ander talent? Ik had ook graag in het eerste van Ajax gespeeld. Maar heb je nog een opleiding? Ik heb wel een opleiding. Maar, welke? Ik ben afgestudeerd Amerikanist. Daar ben ik wel druk mee bezig. Ja. Want het is het laatste boek eigenlijk wat verkoopt, denk ik. Hierna zijn er geen boeken meer. Zeker niet als ik klaar ben. Ik doe er heel lang over. Heb je dan nog een soort van talent of opleiding of gemiste roeping? Eigenlijk niet. Ik kan verder niks. Uitkeringtje? Ja, hoop ik. Ik heb mijn talent al helemaal geëxploiteerd door leraar Frans te zijn op een middelbare school. En daar heb ik ook nog een redelijk pensioen van. Maar ik blijf nog steeds hopen me in leven te kunnen houden met boeken. Ja, en filmroyalties laat ik me vooral nu. Ja. Ik heb al 1 film gehad. Dus, ik hoop... Dat geldt toch nog niet op, hoop ik? Het hangt er vanaf hoe je rekent. Mijn boeken zijn in 27 talen vertaald. Dus dat komt wel goed. Maar stel het zou niet meer goed komen. Heeft u dan nog een plan B? Heeft u nog een... Hier gaat het goed. Dan zou u leraar kunnen worden? Absoluut, hier gaat het goed. Nieuw boek, geld bepaalt het niet. Voor een boek, voor een schrijver, geld is nooit bepalend geweest. En crisis, ik zeg geen, misschien minder geld, maar geen crisis. Hier is het geen crisis, hier gaat het beter door. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik mezelf zover heb gekregen om weer eens het huis uit te gaan. Na 4 jaar kluisenaarschap. En dat bevalt me wel. En dus het maakt me dan verder ook niet zoveel uit of het een goed boekenbal is of niet. Ik ben weer even buiten aan het spelen. Dat is het belangrijkste.